Koen, deze wedstrijd verdiende geen verliezer. Nee, dat is misschien wel een goede conclusie. Het is dan wel spijtig dat wij met lege handen achterblijven. Het begon met die penalty. Ik weet niet of je de beelden ondertussen al hebt gezien. Toch wel licht, heb ik de indruk. Ja, dat was ook direct mijn oordeel in de match. Ik ken Gorius nog van een tijd van Mechelen. En ik weet als, als iemand zijn been uitsteekt, hij gaat al vallen voordat hij het been raakt. En, als arbiter zou daar toch moeten kunnen doorkijken. En, ja, jammer genoeg heeft de arbiter dat vandaag niet zo gezien. We gaan eerlijk zijn, aan die rij moest in zijn einde komen. Misschien dan beter op deze manier? Ja, maar ik had het toch liever niet vandaag gehad. Zeker omdat we ja, gezien de match heel veel mooie kansen gehad hebben. En dat we toch een paar vermijdbare doelpunten tegenkrijgen. Zonder een verwijt naar Coppa te steken. Want hij heeft ons in de vorige wedstrijden al genoeg punten opgebracht. Dus je speelt voetbal met 11. En als daar soms de een fout van maakt, is dat aan de rest we de recht te trekken. En, ik denk dat we zeker geen verwijten naar onze keeper mogen steken. Laten we eerlijk zijn, het was een van de betere wedstrijden van Lokeren de afgelopen weken, vind ik. Ook terugkomen van 1-3 naar 3-3 tegen Genk, zeker niet slecht bezig. Nee, misschien dat we dan na de 3-3 iets slimmer moeten zijn. Dan zijn we toch nog heel enthousiast hè, voor effectief die vierde goal te maken, de drie punten te kunnen pakken. Maar zo dat je het zegt, ik denk wel. Inderdaad, op een zware en toch wel vrij extreme omstandigheden een goede wedstrijd gespeeld hebben. En het enige is het resultaat dat tegenvalt. Je merkt ook, alle spelers zijn aangeslagen. Je ziet dat als ze binnenkomen. Ja, dat is normaal. Hè. Maar als je 7 keer wint, hoe langer een reeks duurt, hoe korter dat erbij komt dat dat stopt. Dan vandaag is het op deze manier en dan kun je toch nog er iets of van mee leven. Is het geheel onterecht of wordt je echt van de mat gespeeld, dan hadden we met een nog veel slechter gevoel. We gaan het er absoluut toch niet bij laten, hè? Tuurlijk niet. We staan altijd op dezelfde plaats als waar we voor het weekend stonden. En anders overdenkt dan vandaag. Had je vandaag gewonnen, stond je iets veiliger, kon je nog iets meer permitteren. En nu kunnen we ons iets minder permitteren, maar daarom zijn we zeker niet meer aan. Denken we niet dat dat niet meer kan lukken. Mag ik besluiten met te zeggen dat deze nederlaag geen al te zware wonden heeft geslagen? Ja, dat is een goede conclusie. Gewoon omdat we echt zelf goed gespeeld hebben, er voluit voor gegaan, 3 keer thuis gescoord. En dan, ja. En succes. Pas hierop.